Een marketingteam van Copa Airlines bezocht recentelijk ons land om meer te leren over de toerismesector in ons land. De delegatie is ontvangen door vertegenwoordigers van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, NV Luchthavenbeheer, Suriname Hospitality and Tourism Association en de United Tour Guide Suriname. Deze marketing- en branding-specialisten hebben ook een kennismakingsbezoek gebracht aan de vicepresident Ashwin Adin. Afgelopen 3 dagen zijn we met 2 mensen van Copa Airlines zijn we geweest, het marketingteam daarvan. 2 mensen van het marketingteam. En we hebben ze een deel van Paramaribo kunnen laten zien, een deel van de plantages kunnen laten zien en een deel van de prachtige natuur wat we hier zo achter ons zien. Het bezoek van Copa Airlines betekent heel veel, omdat we krijgen een nieuwe maatschappij die vliegt op Suriname. En het is eigenlijk een nieuwe bestemming met mensen die we eigenlijk nog niet helemaal kennen, maar helemaal enthousiast zijn om te leren kennen. En daarom is het dat we ons ready moeten maken. We weten alvast dat ze Spaans spreken, tenminste de mensen die in Panama wonen. Maar natuurlijk komen er ook andere mensen van de regio die gebruik zullen maken van Copa Airlines om naar Suriname te komen. Dus het is een beetje een andere markt die we gewend zijn. En daarom bereiden we ons voor door samen met ze te brainstormen in hoe we eigenlijk dit product ten volle kunnen benutten. Copa Airlines is very excited to start operations for the first time in Suriname. We're starting operation in July 6th. So as a marketing team, we needed to come to Suriname, get to know the city. We have to promote Suriname as a tourism country in many of the destinations that we operate. And the objective of coming to Suriname was to understand what are the main pillars of the country, what it can offer to tourists. And basically, we have been amazed with what Suriname has offered us in terms of gastronomy, in terms of culture, nature, the diversity. So we are very happy, and we're very happy to go back to Panama and to start our strategy of the marketing campaign of Suriname, our next new destination in Copa Airlines. Ja, wat we vooral hebben gezien met de mensen van Copa Airlines is de interesse in onze mooie natuur. En vooral ook het culinair gedeelte, de culturen, de verschillende culturen. Want ze hebben deze dagen verschillende mensen gezien die er allemaal anders uitzagen, maar toch allemaal Surinamers zijn. En dat stukje is iets wat uniek is voor Noord, Zuid en Midden-Amerika. En die pinda sambal, dat is iets waar ze helemaal gek op waren. Dat is iets wat ze niet hebben gekend. En ze vinden zelf dat we het moeten exporteren. Dus ondernemers in Suriname, de weg is open naar Copa Airlines, naar Panama. En vanuit Panama kunnen we naar 81 plekken of 82 plekken in Noord, Midden en Zuid-Amerika en de rest van de wereld laten weten wie wij zijn. Suriname. Well, first of all, it's the greenest country in the world, so I believe that's a great attribute to promote as a country. Everything that we've done in terms of ecology, in terms of tourism with nature, in terms of the restaurants that we've gone and having a great mix of the people and their diversity and also with the gastronomy, is something that we're taking back home, and it's going to be part of what we want to promote of Suriname. A great country with great nature, great food, and amazing people with great diversity. I think it's very important to have packages for tourists coming to Suriname. There's a lot of things that a tourist can come, but they need guidance. Given the fact that Suriname is a country that needs a lot of awareness, and it has a lot to offer, but it's important for packages to be ready for tourists and based on their needs, because tourists might want to get involved with their culture or get involved with nature. So you can have a variety of packages. Basically, that would be it, and that's what we have been experiencing this day. So basically continue doing what you're doing in terms of packages and increasing the amount of things that you can offer to tourists coming to Suriname. Voor de United Tour Guides Suriname betekent het eigenlijk simpelweg meer werk aan de ene kant. Hè. Het bestuur van de UTGS is bezig om projecten of programma's te ontwikkelen om de gidsen te upgraden. Om ze
meer kennis te laten opdoen, zodat de kwaliteit van het product dat in elk geval de gidsen moeten leveren, dat op niveau is. En zoals ik al eerder zei, hebben we dus nu te maken met waarschijnlijk meer gasten die Spaans spreken. En zal het natuurlijk ook belangrijk zijn dat er meer gidsen zich gaan specialiseren, of laten we zeggen de taal gaan eigenen, de Spaanse taal gaan eigenen. Maar ook zich gaan oriënteren op de markt van Copa Islands. En dat zijn mensen vanuit Latijns-Amerika, Zuid-Amerika. Wat willen de gasten? Als gids is het belangrijk om te weten hoe je je gast tevreden stelt. En daarom is het ook belangrijk om te weten wat wil de gast en wat is de gast. Suriname is zeker een nieuwe potentiële toeristische bestemming. Copa Airlines die heeft 82 bestemmingen, inclusief Suriname, vanaf 6 juli 2019. Dus dat betekent dat er vanuit 81 bestemmingen via Panama Suriname bereikt kan worden. En Suriname heeft zoveel te bieden qua cultuur en natuur, dat samen. Plus ook nog een hele interessante historie, wat ik denk de rest van de wereld heel graag zou willen zien. Suriname is genoodzaakt om de huidige ID-kaart te vervangen om onder andere aan internationale standaarden te kunnen voldoen. Deze nieuwe ID-kaart die wordt geïntroduceerd heet de eID. De huidige ID-kaart die heeft een, onder andere een chip in, een elektronische gegevensdrager, waar je dus enorm veel informatie kan opslaan. En nogmaals, de veiligheid daarvan is van de hoogste standaarden. We zien in Europa bijvoorbeeld, Europeanen die kunnen al onderling reizen, niet alleen, maar in de landen in Europa kan men, als je een Nederlander bent, kan je in Frankrijk of in België met je Nederlandse ID-kaart je legitimeren. En wij zijn als onderdeel van die Global Village, straks met CARICOM en Zuid-Amerika, zou het betekenen dat je ook je zou kunnen legitimeren met je ID-kaart. De overheid streeft volgens de bewindsman ernaar om de gemeenschap van dienst te zijn. Zij zullen bij de invoering van de eID-kaart ook nog veel voordelen ervan ondervinden. Voor alles wat je nodig hebt, of voor inschrijving op de school, of bij de bank, of kamer van koophandel, wat je ook moet doen, of wat je, moet je een uittreksel of een nationaliteitskaart, nationaliteitsverklaring overleggen. Ik zei het al daarnet, er zit een chip in en daarin kan je heel wat informatie opslaan. Dus informatie die we nu op onze huidige kaart hebben, zijn slechts, geslachtsnaam, je niet eens je woonadres, voor vrouwen hun burgerlijke staat, voor mannen dat niet. Dus er zit beperkte informatie. Maar doordat er een elektronische gegevensdrager is en waarbij je dus meer informatie kan opslaan, betekent dat jij in tijd geen uittreksel meer nodig hebt. De banken of de scholen of alle instanties zouden bij het accessen van wat in die kaart zit, die informatie kunnen halen. Dat betekent dat het scheelt in heel veel tijd. Tijd kost geld, dus we hoeven niet weer naar CBB te gaan en dan weer naar de banken. Je kan dus je zorgt ervoor dat je factor tijd en geld dat je daar bespaart. Dat is een van de dingen. Ik heb al eerder gesteld dat onze veiligheid, we weten dat in het verleden mensen hun terreinen zijn verkocht geworden omdat mensen met vervalse ID-kaart rondlopen. Dat weten we. En bij deze ID-kaart is het praktisch niet mogelijk meer. Minister Noor Salim belooft zich sterk te maken om gendergelijkheidsaspect bij dit project. Op de kaart van nu zie je de burgerlijke staat van de vrouw, terwijl je dat bij de man niet ziet. Nou, in gendergelijkheid optiek zeggen wij, nou we nemen beide dan op gewoon in de elektronische gegevensdrager, de chip zo je het wil noemen. En daarin
Of daarop komt dus te staan wat de burgerlijke staat is en ook de naam van echtgenoot of echtgenote. Dus aan de buitenkant ga je nog niet direct zien hoor, wat de burgerlijke staat is van de persoon. En ik denk dat dit voor de vrouwen die ook moeite ermee hebben, dan kun je niet zeggen opgelucht kunnen ademhalen. Maar dat is een ander voordeel wat een elektronische ID-kaart met zich meebrengt. Gewoon meer informatie opslaan en meer informatie kunnen traceren die normaliter veel moeilijker was en waarvoor je voor elk klein ding naar een bureau moest gaan, zal tot het verleden gaan behoren. De afdeling openbaar vervoer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is op donderdag 28 september 2019 gestart met een verhoogde buscontrole te Hanaslust. Deze controles worden onder leiding van Clifton Amoida, waarnemend onderdirecteur transport van het directoraat Transport en Communicatie uitgevoerd. Dit project is een pilotproject. Het gaat erom van dat we al maanden klachten krijgen vanuit de gemeenschap. Van de twee woningbouwprojecten, Hanaslust Oud en het nieuwe Hanaslust woningbouwproject. Dat die bussen niet optimaal rijden, die bussen rijden hun route niet af, waardoor de mensen van het nieuwe project genoodzaakt zijn om kilometers te lopen naar voren, naar het, onder andere naar het oud project en naar de Indira Gandhiweg om een bus te kunnen pakken, om zodoende naar hun bestemming te kunnen gaan. En dat is een heel kwalijke zaak. Vermeldenswaard is dat transport en communicatie al geruime tijd bezig is met het ordenen van dit traject. Het ministerie heeft in 2018 voorzieningen getroffen om een middenweg aan te leggen tussen Oud en Nieuw Hanaslust, zodat de bussen geen omweg hoeven te maken. Dit pilotproject is een introductie van een dienstregeling. Het ministerie, met name het directoraat Transport en Communicatie, heeft als taak om ervoor te zorgen dat de gemeenschap kan voorzien van goed en betrouwbaar veilig vervoer. En daarvoor zijn we hier. We zijn vandaag begonnen met een driedaagse actie, waarbij ik persoonlijk fysiek aanwezig ben om leiding te geven aan dit project. Waarbij eigenlijk wij een soort van een dienstregeling gaan introduceren. Het Hanaslust project heeft 24 vergunningen, bushouders dus. En we willen dus dat al die bussen gaan rijden, vooral in de spitsuren, met name vanaf 5:30 tot 8:00, 8:30, dat de bussen met een bepaalde regelmaat rijden. We hebben afgestemd ook met de buschauffeurs dat we afhankelijk van de spits, de drukte, eerst elke 10 minuten en als er de drukte toeneemt dat we elke 5 minuten een bus gaan laten vertrekken vanuit de dokter, daar staan we staan nu hier, de dokter Paul Favriweg. En de bussen moeten gewoon conform in de vergunningsvoorwaarden rijden. We proberen ook de gemeenschap zoveel als mogelijk in te lichten, dat ze niet meer hoeven te gaan lopen. Helemaal naar de hoofdweg van Indira Gandhiweg. Ze kunnen gewoon gaan rekenen op de bus. Als ze ergens staan en er gaat een volle bus langs, weten ze van er komt een bus na 5 minuten of er komt een bus na 10 minuten. Dus de mensen hoeven niet in paniek te raken van ik moet gaan lopen of ik moet een taxi pakken. We zijn hier ervoor om voor de orde en de rust te zorgen en we gaan het samen moeten doen. Ik heb ook aan de chauffeurs gezegd, de vergunninghouders, van het gaat een investering moeten zijn. Een investering in die zin van dat we het vertrouwen weer gaan moeten inwinnen bij de gemeenschap. Want zij hebben onder andere ervoor gezorgd dat het vertrouwen verloren is gegaan en nu gaan we met z'n allen het vertrouwen weer gaan moeten inwinnen in die zin van we rijden optimaal, we rijden regelmatig, we rijden met een soort van een dienstregeling. Alle 24 vergunningshouders van het traject Hanaslust zijn op de hoogte gesteld alvorens openbaar vervoer is gestart met het project. Hij geeft verder aan dat er afspraken zijn gemaakt conform de vergunningsvoorwaarden dat alle bussen om 4:30 uur starten bij het aangewezen vertrekpunt. Omdat we duidelijke afspraken hadden gemaakt met de vergunninghouders en de buschauffeurs, dat we vandaag om 5:30 morgens alle 24 bussen hier aan de Dr. Paul Favriweg wilden hebben. Helaas hadden we maar 7 bussen die zich hebben aangemeld.
Dus nu zijn er inmiddels zijn er iets van 15 bussen. Dus wat ik heb kunnen zien is dat niet alle vergunninghouders zich houden aan de vergunningsvoorwaarden. De vergunningsvoorwaarden zeggen dat u om 4:30 's morgens moet beginnen rijden tot 21:30 's avonds. Dus morgen gaan we de zaak verscherpen. Wie zich niet aanmeldt, die zal een ernstige waarschuwing krijgen. Na Hanna's Lust zullen er meerdere trajecten volgen. We hebben nog 2 dagen te gaan waarbij ik fysiek dit project ga monitoren. Na die 3 dagen, als we zien dat het slaagt, gaan we natuurlijk dit systeem voortzetten. Niet alleen maar op Hanna's Lust, maar op alle trajecten. Want bijvoorbeeld op Sunny Point en noem maar op, zijn er heel veel andere trajecten waarbij de gemeenschap met dezelfde problemen te kampen heeft. Waar er geen controle is, waar er geen handhaving is, is er chaos. Maakt niet uit waar ter wereld. Zo is de mens eenmaal. Als de mens alle vrijheid heeft, gaat men doen wat ze willen. Dus die controle gaat onverminderd gewoon blijven, optimaal blijven. We willen eigenlijk de betrouwbaarheid terugwinnen. En dat kan alleen maar door de samenwerking met de vergunninghouders, met onze controleurs en de controle gewoon op een optimaal niveau blijven behouden. Vanmorgen hadden we vanuit de kant van de vergunningshouders heel veel opmerkingen, een klein beetje weerstand. We hadden sommige chauffeurs die kwamen aanrijden, hun eerste rit, en ze begonnen al te gillen van ja, dit ding werkt niet, het gaat niet werken. Dus dan leg ik ze uit van laten we even een beetje geloof in hebben, want als je ergens mee begint, je begint pas ermee en je begint te zeggen van het gaat niet werken. Dan heb je die negatieve energie en dan kan het werkelijk zo zijn dat het niet gaat werken, want je hebt er geen vertrouwen in. Dus je zegt van heb er vertrouwen in. We gaan nogmaals moeten investeren met z'n allen. Om bijvoorbeeld in de zin van dat die bussen niet met de volle lading gaan wegrijden, maar met de halve lading. Als ze half vol vertrekken, hebben ze op de weg, langs de weg, zijn er ook mensen die staan te wachten. Want dat was een fout die wij hier maakten. Die bussen vertrekken vol. Mensen staan te wachten. Elke keer komen de volle bussen langs. Op een gegeven moment ben je het wachten zat. Ga je een taxi pakken of je gaat lopen. Je gaat iets doen, want je kan het niet maken om elke keer laat te komen op je werk. Of voor je tentamen. Of voor afspraak bij de chirurg of bij de arts. Dat ding werkt niet zo. Tijd is heel belangrijk. Dus daarom willen we gaan investeren, nogmaals. Om onze tijd efficiënt te gebruiken en het vertrouwen terug te winnen. Er komt zeker een vervolgtraject. Nogmaals, dit is een pilot waarbij ik persoonlijk de leiding geef voor 3 dagen. En daarna gaat de hoofdcontroleur en hoofd openbaar vervoer de leiding overnemen. En een vervolgtraject in die zin van dat we landelijk willen gaan tot een openbaar vervoer, busvervoer, waarbij de gemeenschap kan rekenen dat er zeker een bus langskomt. En dat ze op tijd, of min of meer op tijd, op hun plaats van bestemming kunnen aankomen waar dan ook ze moeten zijn. Gracia Stap, buurtbewoner van Nieuw Hanna's Lust, is blij met deze ontwikkeling. Zoals je het weet, hebben de chauffeurs, niet allemaal hoor, die echt lastig rijden en roekeloos rijden. Je hebt net een paar die zich houden aan de regels. Ik heb vaak gemerkt dat wanneer ze aan de stad komen en terug naar de stad moeten gaan, worden mensen gewoon afwege afgezet en dan komen ze weer naar het project toe. Waardoor wij als burgers onder moeten leiden. Want dan moeten we gaan staan met telefoon aan de bus om te gelijk een project te vervolgen. En dat is lastig zo. En wanneer breng je allemaal, gelooft u me. Je hebt net een paar die hun dingen volgen, maar de rest geloof me is gewoon poort. En vraag die jonge heren op het project. Gelooft u me, mevrouw? Het is lastig zo. Laatst weer eentje, maar jongen, hier gepakt om naar school om les te gaan. Die chauffeur moet abonneren naar Stoma Boomfassi, chauffeur bij haar bus. Yo pa, je best money. Zo aboy op je toch? Zo aboy op je. Ik vind van, het is alles gewoon ordelijk op zaak, alles stil op zaak. Ik doe zo, dat ik ga leven aan Wani. Maar ik voel nog wat doe zo. Het is lastig te doen. Wat kies je voor het project? Waarvoor kies je ervoor? En de boente, put de man zijn wat hij, nou zijn de roko. Ja toch, zo zie ik het. Zo, ze komen in het project. Vooral als je ziet dat er nog een bus of voor of achter is. De hardste ding, noem maar voor jij om. Voor het test, maar voor. Kom voor het hoor, ik weet niet hoe. Maar in elk geval, ze haasten zichzelf voor het test maar naar voor de zee, voor elkaar in zee. En het vaker, het gewoon ook niet zo, want vaker als het op 6 uur worden mensen gewoon een mekkerdam afgezet, of rango, al frisco op 10, dan moeten we daar uitstappen en dan komen we helemaal die schoolkinderen in het project.